Vorig jaar vierden we 75 jaar vrijheid noodgedwongen thuis. Nu, een jaar later, herdenken we 4 mei opnieuw vanuit huis. Vandaag samen stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We herdenken de militairen die gesneuveld zijn. We herdenken onze inwoners die het leven lieten omdat zij in verzet kwamen. We herdenken de slachtoffers die vielen door doelbewuste en systematische vervolging en moord. En we herdenken de Nederlanders die namens ons land uitgezonden zijn naar conflictgebieden en daar in de uitoefening van hun werk zijn omgekomen. Aan hen die we vandaag herdenken, die voor de democratische waarden en voor onze vrijheid gevochten hebben, hebben we in Nederland onze vrijheid te danken. Wij hebben nu volop ruimte om met elkaar van mening te verschillen. We kunnen onszelf zijn. We kunnen ons ontplooien. Een beroep kiezen, onze eigen idealen nastreven. En we zien ook dat onze vrijheid niet onbegrensd is. Dat het niet alleen gaat over ruimte voor onszelf, maar ook over ruimte voor een ander. Juist nu in de coronasituatie zien we dat beperkingen voor de een nodig zijn om ruimte te bieden aan de ander. Deze crisis confronteert ons met de waarde van vrijheid. We zijn ons bewust dat nu het erop aankomt, we hiervoor samen verantwoordelijkheid moeten nemen. Niet alleen voor onszelf, maar om de kwetsbare mensen te beschermen. Verantwoordelijkheid nemen voor die vrijheid is, zo zie ik het, ook een plicht naar onze bevrijders, die hiervoor een groot offer hebben gebracht. Hier in het Crèchemuseum wordt met een permanente tentoonstelling en een film een eerbetoon gebracht aan de geallieerde vliegers die voor onze vrijheid hun leven offerden. De afgelopen jaren hebben de medewerkers van het Crèchemuseum 220 crèches in de Oost-Achterhoek onderzocht en in kaart gebracht. Zo wordt de geschiedenis levend gehouden. De geschiedenis houden we ook levend met verhalen. In onze gemeente zijn veel verhalen bekend van inwoners uit het verzet. We kennen die verhalen omdat onze ouders of grootouders erover hebben verteld, of omdat er boeken over geschreven zijn. Verhalen die door diverse plaatselijke initiatiefnemers onder de aandacht worden gebracht. En hoe mooi is het dat ook onze jongeren hiervoor belangstelling tonen, zich openstellen voor deze verhalen. We zien dat de organisatoren van herdenkingen en vieringen in onze gemeente ook in deze coronacrisis een manier hebben gevonden die verhalen te vertellen en te verbeelden. Dat is hartverwarmend, want het is zo belangrijk dat de verhalen verteld blijven worden en worden doorgegeven van generatie op generatie. Op 4 mei staan we nadrukkelijk stil bij de prijs die onze bevrijders hebben betaald. De onvoorstelbare offers die ze hebben gebracht. We eren hen, we leggen kransen, we lezen hun namen voor. We steken kaarsen en fakkels aan en we zijn 2 minuten stil. Ieder van ons met zijn of haar eigen gedachten. Daarna zingen we het Wilhelmus, ons volkslied waarin we ons verbonden voelen met elkaar. Dat we samen herdenken is zo belangrijk. We moeten die verbondenheid vasthouden. We delen het verdriet dat we op 4 mei zo intens voelen. En net zo goed zijn we dankbaar voor de offers die toen gebracht zijn en nog steeds gebracht worden. Ik wens u allemaal een betekenisvolle 4 mei herdenking.